In een auto zit dus een eco-modus, wat de bestuurder in staat stelt om zo energie-efficiënt, dus zo zuinig mogelijk te rijden. Het probleem een beetje van die eco-modus is dat die eco-modus je niet echt in staat stelt om snel te accelereren wanneer het echt nodig is. En dat kan een beetje leiden tot frustratie of dat je denkt van nou, waarom gebruik ik die eco-modus überhaupt? En wat er dan een beetje gebeurt vaak is dat mensen dan of die eco-modus uitschakelen en daardoor dus niet gebruiken wat ze... Het probleem met de huidige eco-modus is dat je eigenlijk die acceleratie niet krijgt. En bijvoorbeeld een situatie als een snelwegoprit, daar moet je gewoon richting die 100 km per uur accelereren. En met de huidige eco-modus is dat vrij moeilijk. Ons systeem is echt gefocust op de bestuurder, dus op de mens. En wat het systeem doet, is eigenlijk de mens in staat stellen om sneller tot een bepaalde gewenste snelheid te komen eigenlijk. En om daarna dus ook die snelheid makkelijk vast te houden. Dat is wat onze proactieve eco-modus doet. Maar tegelijkertijd ook heel zuinig toch te kunnen rijden. Dus waar die eco-modus voor bedoeld is. Dus één bestuurder die heeft van tevoren gereden. Door middel van die data konden we eigenlijk alle voorspellingen al maken. En dat was uiteindelijk het resultaat was dat mensen het ook fijner vonden. En dat ze nog steeds zuinig reden. Terwijl je rijdt, kijkt de auto een beetje vooruit. En waar we naar kijken is dat of mensen veel power nodig hebben of niet. Dus als je veel power nodig hebt, betekent ook dat je een hogere acceleratie nodig hebt. En wat we doen is dat als we dat herkennen, dan veranderen we de autosetting zo, zodat het makkelijker wordt voor jou om te accelereren. Voor een hele korte tijd en dan veranderen we het weer terug. En het effect daarvan is dus dat de bestuurder heeft het gevoel alsof hij een hele responsieve auto heeft, die heel hard kan accelereren, terwijl die eigenlijk effectief nog steeds gewoon in eco-modus rijdt. En sterker nog, het is niet zo dat hij meer energie gebruikt. We maken het makkelijker en efficiënter voor je om gewoon een snelheidsprofiel aan te houden. Dus de voorspellingen die we maken, die gebruikt geen hele moeilijke, ingewikkelde algoritmes. Maar we kijken echt naar wat de mens zelf doet. Ja, dus denk bijvoorbeeld aan een inhaalmanoeuvre. Op dat moment wil de bestuurder extra kracht. Het zit niet per se in de voorspelling, maar omdat de bestuurder direct die kracht wil, past het systeem zich aan en geeft ook daadwerkelijk de bestuurder die extra kracht om in te halen. Zo, de Proactive Eco-mode zorgt voor een energiezuinige en efficiënte rit, zonder dat de bestuurder zich gelimiteerd voelt in zijn acceleratie.